Met het Geluid van Nederland wilden we vanuit Beeld en Geluid de geluidencollectie van het archief openstellen voor hergebruik door het publiek. En we wilden het publiek ook gelijk betrekken bij het compleet maken van deze collectie, zodat we een compleet historisch beeld van het veranderende geluidsbeeld van Nederland kregen. Het idee is eigenlijk ontstaan vanuit een soort lichte frustratie dat geluid weinig aandacht krijgt en dat er weinig ontwikkeld wordt op het gebied van geluid. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. En wat ik hoop is dat mensen meer attent worden op hoe de wereld om hen heen klinkt. Het geluidenarchief van Beeld en Geluid bestaat uit meer dan 10.000 eigen opnamen. Vanuit de jaren 50 tot aan de jaren 90. Hiervan zijn inmiddels 2100 geluiden online gezet op het Geluid van Nederland. Nou, het hoofddoel van de geluiden uit het geluidenarchief waren eigenlijk in hoofdzaak bestemd voor het hoorspel. En daar is pas naderhand de televisie bijgekomen. Je begrijpt, een hoorspel, ja, dat zijn acteurs in een studio en eigenlijk alleen tekst. En dat moet dus worden opgevuld met geluiden. En dat was in hoofdzaak het doel van het geluidenarchief. Voordat deze geluiden online gezet konden worden, moest de collectie eerst goed worden ontsloten. Veel geluiden hadden weinig gegevens, oftewel metadata. Titels ontbraken, trefwoorden, beschrijvingen en zelfs opnameplaatsen. Dus eerst zijn al deze geluiden voorzien van deze gegevens en zijn ze via een massa-upload via SoundCloud online gezet. Om het toevoegen van geluiden zo laagdrempelig mogelijk te maken voor het publiek, hebben we dit met de techniek zoveel mogelijk proberen te ondersteunen. We hebben een kaartapplicatie gemaakt waarop mensen heel makkelijk suggesties kunnen achterlaten voor geluiden en waarmee het heel makkelijk is om geluiden te uploaden, om die vervolgens dus toe te voegen aan de collectie. En we hebben voor mobiele platforms, dus het Android-platform en het platform van Apple, een applicatie gemaakt waarmee je op locatie zelfs geluiden kan uploaden en toevoegen aan de collectie. Ja, het hergebruik van de geluiden uit het geluidenarchief is natuurlijk erg belangrijk. Want het vak geluidsjager, zoals wij het uitvoerden, of hoorspelinspatiënt, bestaat niet meer. Dus die aanwas is er niet meer. Met de moderne middelen, een telefoon, een ding, op een SD-kaartje neem je uren en uren op. Prima, stuur het in. En laat het hergebruiken, dan heb je er ook nog lol van. En erg belangrijk, snijden met die handel. In 2012 hebben we 3 wedstrijden gehouden onder de community van het Geluid van Nederland om crowdsourcing te stimuleren. We waren op zoek naar de beste geluidenjager, de beste muzikale compilatie en het beste soundlogo. Voorwaarde voor deze wedstrijden was dat deelnemers hergebruik zouden toestaan. En hun inzendingen konden ze beschikbaar stellen onder een Creative Commons licentie. Voor de beste geluidenjager waren wij op zoek naar die persoon die het meest unieke, historische of originele geluid wist vast te leggen. Nou, de inzendingen van de geluidenwedstrijd, waren vrij diverse opnames, vond ik. Maar met name de opname van de Gele Kwikstaart in Utrecht, die vond ik kwalitatief heel erg goed. Ik vond de compositie heel erg goed. De jongen heeft heel goed geluisterd naar wat er om hem heen gebeurde. Het lijkt eenvoudig, zet je microfoon maar neer en neem het op. Maar zo eenvoudig is het niet. Voor de wedstrijd Het Beste Soundlogo hebben wij in samenwerking met Interface een wedstrijd uitgeschreven naar iemand die een soundlogo kon ontwerpen voor het platform Geluid van Nederland. En een soundlogo is een geluid waaraan je je merk kan herkennen, of in dit geval een platform. Voor de wedstrijd Beste Muzikale Compilatie hebben wij gekeken naar degene die de beste geluiden kon hergebruiken. En daarbij moest die persoon ook zijn eigen opname, beats, muziek of wat dan ook mixen met onze geluiden. Over 50 jaar staan die geluiden nog steeds in het archief. Die worden duurzaam bewaard. Dus tegen die tijd kunnen mensen terugreizen in de tijd. Ja, je weet het niet hoe het er over 50 jaar klinkt, maar het zou fijn zijn als je over 50 jaar wel weet hoe het nu klinkt.